Vandaag staan we hier in het teken van solidariteit aan de vele vrouwen en moeders in ons land die vandaag in een moeilijke situatie zitten. Op de dag van de vrouw zijn wij in de rouw. Wij nemen waar van 450.000 vrouwen, ze kunnen niet allemaal hier zijn. En we doen het bij het beeld van Mama Sernang, omdat dit symboliseert moeder van ons allemaal. Nou, het initiatief is van vrouwen van Purple Movement, maar er zijn ook andere vrouwen die ons hebben benaderd, die hier hun misnoegen willen uiten. Allemaal in het zwart. Allemaal in het zwart. We zijn in rouw op dag van de vrouw, omdat Suriname inderdaad niet in een hoera-stemming is. Er gebeurt een heleboel om ons heen. Kijk maar, gisteren weer een baby gevonden. Zelfmoord in Para. Er gebeurt zoveel ellende in dit land vanaf de regering Santokki aanzet. Te veel ellende. Alles aan zijn schrift op de borden, ik klop. Meneer moet eerlijk en eerlijk. En ik van mij tegen ja. Want hij heeft takkie dat ik gelijk naar politiek je play. Maar aan de politiek je play nou nou de. Omdat hij go in de straat. En hij go in de winkel krijg je tak aan mafa ghetto. Aan nengere vrouw. Aan hun die staan die vrouw. Aan ingi vrouw. Aan buskondre vrouw. Des man om haar ko uit. Naf dat we kreeg, hoe ne kreeg noti. Da anatrobi suma es dong, aga suma es dong. If you do one belay, do one boom belay. I'm about them man on mamoro. We Sarah ghetto. And a ghetto no man take moro. A ghetto e bari, a ghetto e kree. U kolonta ghetto ma, want a afwa bigger oko fudu. And we all understand in it. Ja, kom nou. Dames, DNA leden. Alle de vrouwen voelen u kom brassen. Want na een knapje a ghetto tide. Dank je wel, Pat. En jullie hebben ook een petitie voor de president of de regering? Het is meer een schrijven voor de president. De ervaringen van de afgelopen periode na uw aanstelling als president leert ons dat u de gemaakte afspraken en beloften niet kunt nakomen. Wij zijn diep teleurgesteld, leven in armoede zonder enig perspectief op verbetering. Wij horen u zeggen dat u tevreden bent met uw prestaties als regering. Er voornemens ben op dezelfde voet door te gaan. Wij betreuren dat ten zeerste en vragen u met nadruk uw beleid drastisch om te buigen en meer de nadruk te leggen op het welzijn van de Surinaamse mens en minder op het kapitaal. Doet u dat niet op de wijze zoals gevraagd, dan laat u ons geen andere keus dan ons volk die daden te plegen die zullen moeten lijden tot het wederom vrijgeven van uw instituut van het president. De president moet liever vandaag dan morgen het mandaat teruggeven. Hij is geen volkspresident, dat is al duidelijk bewezen. Hij zit maar te zitten en de mensen zitten maar te kijken en te giechelen. Maar hij is de president niet waard. Hij moet zijn mandaat teruggeven, het volk pinaart. Volksgezondheid zit op zijn gat. Mensen kunnen niet eten. Mensen zijn gefrustreerd. De huizen huilen. Het is gewoon verschrikkelijk wat er in het land gebeurt. Koste wat kost moest hij met leugens en bedrog deze verkiezing winnen. Je hebt nu de kans en je zit maar pertinent te zitten. En je voert niets uit voor het land en volk. Dus geef je mandaat terug. Het past niet bij je, het hoort niet bij je, je kan het niet. Geef het terug. Dan gaat het hier op 8 maart om vrouwen, toch? Maar onderschat niet wat er hier in dit land met onze mannen gebeurt. Met onze broers, met onze zonen die hun werk hebben verloren door COVID. Die door de economische situatie hun plicht niet meer kunnen doen. Het is verschrikkelijk. Weet je hoe het is dat je als man in een gezin bent en je kan geen eten op tafel zetten? Is frustratie, is schaamte naar je gezin toe. En dan wordt er zelfmoord gepleegd. En dat hebben we nu in Para. Toch? En meerdere gevallen, ja. En ik kan me niet voorstellen
Ik kan me niet voorstellen, ik begrijp het, als vrouw heb je eigen principe. En als je geen eten van je kinderen op tafel kan zetten, dan weet je wat het is. Je moet gaan vragen wat je niet gewend was. Ga je nu doen. Laat staan die man. En uit schaamte, dat doen ze domme dingen, terwijl wij vrouwen ons nog gaan uiten. Maar die mannen doen dat niet. Want ze hebben hun eigen principe uit schaamte. Dus, ik wil deze regering vragen. Laat ze kijken wat ze doen met de mensen. En weet je wat zo pijnlijk is? Vroeger hadden we allemaal geen geld in handen. Maar je had eten in huis. Je had eten in huis. Bij hoogtijdagen hadden we een vader des vaders land. En hij keek naar zijn kinderen. We kregen pakketten. Al zeggen ze naar Fouru Alice wel liever dat dan niets. Want hij voor maar Fouru Alice. Je hebt een mooi Alice papa. Toch? Liever dat dan niets. Je hebt geen geld. Je hebt geen eten. Weet je wat voor frustratie dat brengt? Je hebt geen werk. Daarom is Cibrano zo tekeer gegaan. Iemand gaat denken dat hij het leuk vindt. Maar op een gegeven moment was het frustratie. Je gaat naar de cambio's of naar de bank en je kan niet pinnen. Heb ik ook gehad diezelfde weekend. Ik kon niet pinnen. Ik moet mijn vaste lasten betalen. Ik heb mijn verplichtingen. En je kan niet pinnen. Het is frustratie. Hij heeft het zo gedaan, maar ik heb het anders gedaan. Maar iedereen doet het op zijn manier, want zij niet allemaal hetzelfde. Dus laat ze ervoor zorgen dat ze die jongeman vrijmaken, hoor. Alsjeblieft. Het is verschrikkelijk wanneer een man zijn mannetje niet meer kan staan door deze situatie gecreëerd door regering Santokki. Dan zeg ik van, Uma, u kraka de maningre toe. Dank u wel. We blijven bloeien. En ook al hoe moeilijk het is, we proberen alle mogelijke oplossingen te bedenken, te zoeken voor onze kinderen. Desondanks welke situatie dan ook. En vandaar dat ik een bloem probeer te drinken. Dankjewel. Zeg maar wat de bloemen.